Dames en heren, welkom vandaag bij de Better Break van deze maand. Neemt u alstublieft plaats. Vandaag een discussie over voeding, over het zaad van onze groenten. In mijn hand hier hou ik een pompoen. Op deze pompoen zitten potentieel 2 octrooien. Daarover hoor je zo meteen nog meer. Ons panel werkt op allemaal op zijn eigen manier aan deze pompoen lekkerder en weerbaarder te maken tegen ziekten. En hoe doen zij dat nou eigenlijk? En als deze pompoen, als iemand aan deze pompoen werkt, is dan ook hun eigendom wanneer die af is? Vandaag gaat het dus over voeding en over het eigenaarschap daarop. Over monopolies en innovaties, over ethische vragen die ten grondslag liggen aan het eigenaarschap zijn van de natuur. Nou, we hebben hier dus 3 gasten in ons midden vandaag. En we willen natuurlijk eerst even weten wie zij zijn en wat zij doen. Dan wil ik graag bij Annemiek beginnen. Jij komt hier namens Holland Bio. Zou jij ons kunnen vertellen wat zij doen en wat jouw werk inhoudt? Ja, prima. Nou, mijn naam is dus Annemiek Verkamman. Ik ben directeur van Holland Bio. Holland Bio is een vereniging van biotechbedrijven in Nederland. Er zijn in Nederland zo'n 600 biotechbedrijven en die houden zich bezig met de ontwikkeling van nieuwe geneesmiddelen, nieuwe vaccins, nieuwe concepten voor de biobased economy, maar ook met plantenveredeling. En eigenlijk zijn al die bedrijven gefocust op producten die een bijdrage leveren aan onze gezondheid en duurzaamheid. En als Holland Bio behartigen wij de belangen van onze leden. Dus wij praten veel met de leden waar ze tegenaan lopen. En dat vertalen we in aanbevelingen voor beleid. En we organiseren ook heel veel netwerkevents voor onze leden. En wat we ook organiseren, daar wil ik heel even reclame voor maken hier, als dat mag. We organiseren namelijk elke keer een Biobusiness Masterclass. Dus voor mensen die een biotechbedrijf willen starten of iets in die richting, hebben we een masterclass van 6 modules van 2,5 dag, waarin je alles leert over de business in de biotech. Dus als iemand daar interesse in heeft, dan kan ik daar straks meer over vertellen. We houden het in ons achterhoofd. Oké, Bart, jij bent plantveredelaar zelf, biodynamisch zelfs. Kun jij kort toelichten wat een plantveredelaar doet? Nou, een plantenveredelaar doet eigenlijk maar heel simpel werk. Dat wil zeggen, je gaat rassen, bestaande rassen met elkaar kruisen. En dan ben je 8 tot 10 jaar bezig om het beste materiaal boven te halen. En dat ook vooral tot een ras te maken. En dat betekent dat alle planten van een ras exact hetzelfde er moeten uitzien. Nou, zodra je, dat weet je dus niet als je start, dan ben je dus 8 of 10 jaar bezig. En dan kun je pas zeggen of je succesvol bent. Dus dat betekent ook, in ons geval, we zijn in 2007 gestart, dat je nooit weet of je uiteindelijk dan ook met een goed ras op de markt kunt komen en dat je zeg maar je investeringen in je R&D, dat je dat uiteindelijk ook terug zult verdienen. Nou, in ons geval loopt dat allemaal soepel. Met het pure verenigingswerk ben ik ook al iets eerder begonnen. En we komen nu de laatste jaren met zeer innoverende en ook zeer succesvolle rassen op de markt. Nou, dankjewel. Ten slotte hebben we hier nog Michel Haring. Ben jij ook bezig met veredelen? En wat doe jij hier aan de UvA? Wat ik hier doe? dat vraag ik me ook wel eens af. Nou, ik ben meer een plantenonderzoeker. En veredelen is niet het eindproduct. Maar wij werken aan planten en wij kruisen planten, omdat je dan kunt kijken hoe verschillende eigenschappen van planten zich tot elkaar verhouden. En vaak ook wat de moleculaire basis daarvan is. Dus welk gen zorgt nou voor een rode kleur van een tomaat? Dat soort begrippen proberen wij hier boven water te krijgen. En verder proberen dat ook over te dragen op studenten, zodat die ook begrijpen hoe dat allemaal zit. En dat ze dat uiteindelijk in de praktijk kunnen brengen. Oké, leuk. Spannend. Ja. We willen dus vandaag hier erachter komen hoe het precies werkt met patenten op planten, wat dat is en wat de voor- en nadelen daarvan zijn. Allereerst wil ik het publiek op het hart drukken dat jullie echt heel erg veel vragen mogen stellen. Dat kan hier bij Evita. En jullie kunnen ook twitteren met de hashtag patent op leven. Dan heb je ook een twitteraar in de zaal en die houdt het allemaal bij. We willen dus erachter komen wat veredeling en patenten met elkaar te maken hebben. Bart, jij hebt hier ook allemaal groenten bij je. En die tomaten vooral, die hebben eigenschappen. En die eigenschappen heb je daarin gekregen door middel van veredeling. Kan je ons uitleggen hoe dat in zijn werk gaat? Hier
heb ik een tomaat die is 2,5 maand ongeveer oud. Ik kan het niet precies op een dag nauwkeurig zeggen. En deze tomaat is ongeveer een week oud. Dat wil zeggen dat ze dan rijp zijn. Nou, dat je een tomaat zo lang goed houdt, dat is dus een hele bijzondere eigenschap. En dit noemen wij semi-long life. Long life bestaat er ook, maar dan heb je geen smaak aan de tomaten. Deze tomaten smaken ook nog bijzonder goed. Nu heeft Rijkswaan, dat is een van onze grootste plantenverenigingsbedrijven en ook zaadproductie, die hebben een octrooi, en zij noemen dat een long shelf life, in aanvragen of ingediend. En nou was bij ons het grote gevaar en de grote angst, want deze eigenschap zit in 50% tot 60% van al ons planten, tomatenmateriaal, verenigingsmateriaal, dat wij onder dat octrooi zouden vallen. Nou, gelukkig is Rijkswaan, ondanks dat ze veel octrooien op planten hebben, zijn ze tegen octrooien. En daar is dus ook een plantenveredelaar van de Rijkswaan, een octrooideskundige bij ons geweest. En die hebben kunnen zeggen dat, en dat kun je dus niet uit het patent halen, dat bij ons deze eigenschap ook bij witte tomaten voorkomt in een onrijp stadium. En bij hun alleen in een groen, moeten de tomaten groen zijn. Wil dat die eigenschap tevoorschijn komen. Nou, in dit geval hebben we dus geluk, maar zou Monsanto bijvoorbeeld eenzelfde eigenschap het patent over hebben, nou, dan zouden waarschijnlijk al ons materiaal compleet waardeloos worden, omdat deze rassen, of dit materiaal, nog niet op de markt is. En het is dus niet, deze eigenschap is verder nooit in de literatuur beschreven, en wij hebben dat ook niet beschreven. Ik kom straks nog even terug op die pompoenen. Daar zitten dus ook twee potentiële eigenschappen in die gepatenteerd zouden kunnen worden. Maar als ik straks dat openbaar maak, dan kan dat niet meer. Dan is het dus de state of the art is dan dat die twee eigenschappen die erin zitten, dat die al bekend zijn. Nou, dit heb ik dus volledig onafhankelijk van de kennis van Rijkswaan ontwikkeld. En ook volledig met totaal ander materiaal wat Rijkswaan gebruikt heeft. Dan heb ik hier een ander, en dat is toevallig dan ook weer een octrooi van de Rijkswaan. Deze heb ik dan al doorgesneden. Hier zit geen sap in, maar plasma. En dat wil zeggen, die kun je doorsnijden. En dan kun je dus, net als McDonald's, in een gezondje broodje gezond stoppen, zonder dat het lekt. Nou, ook deze eigenschap zit dus in het deel van ons materiaal. Heb ik weer compleet onafhankelijk verkregen door gewoon verschillende rassen met elkaar te kruisen, maar volledig onafhankelijk van de Rijkswaan. En dan heb ik hier tenslotte nog, hier zit een octrooi op van de staat van Israël. Dat is een eigenschap waarbij de tomaten verdrogen aan de plant. Dus je hebt sun-dried tomatoes en je hebt, dat is nog geen echte naam voor, maar die gewoon aan de plant gaan verdrogen. Nou, deze eigenschap, dat is dus het centrale onderwerp geweest van de zogenaamde tomato case, waar men jarenlang over gesteggeld heeft, of nou zo, dat noemen ze dan een product by process, of dat nu wel octrooieerbaar is of niet. En de Hoge Kamer van Beroep van het Europees Octrooibureau heeft in maart van het afgelopen jaar verklaard dat dus zoiets octrooieerbaar is. Nou, dat is dus gewoon een hele belangrijke uitspraak geweest, die uiterst negatief is voor onze bedrijven, omdat daarmee dus allerlei producten verkregen via klassieke veredeling, dat die gewoon patenteerbaar zijn. De enigste eis is dan nog dat het dus verder niet gepubliceerd is, dus dat het nergens iets over gepubliceerd is. Annemiek, gebruiken dan de grote bedrijven in de biotech sector dezelfde genenpool als Bart? Of is het hier dus heel anders? Ik denk dat een deel ook van de bedrijven dezelfde genenpool gebruikt. Maar ik wil eerst even nog een andere insteek benadrukken. Kijk, innovatie is heel erg belangrijk voor de hele biotechsector. En ik noemde net al even in mijn introductie dat in de biotechsector ook heel veel medische biotechbedrijven zitten. En ook heel veel bedrijven die op het industriële biotech zitten. En die vallen allemaal onder dezelfde biotech-octrooi-richtlijn. En voor onze bedrijven, die investeren allemaal enorm veel in R&D... En dat zouden ze niet doen als er geen kans is om een investering weer terug te verdienen.
Dus dat, daarmee wil ik graag benadrukken dat octrooien voor de biotechsector eigenlijk de levenslijn zijn. Het is het fundament voor al die 600 bedrijven in Nederland, maar natuurlijk nog veel meer bedrijven in Europa. Kijk hoor. We hebben het hier dus nu eigenlijk al bijna over innovatie en hoe je dat tot stand kan krijgen, hoe je dat kan stimuleren. En heel veel mensen zeggen dat het kwekersrecht helpt om innovatie te stimuleren. Michel, kan jij ons uitleggen wat het kwekersrecht inhoudt? In dit geval betekent het dat zodra jij een bepaald ras op de markt brengt, dat je collega's nog steeds met dat ras mogen gaan kruisen. En ja, Bart beschrijft het al, hij maakt gebruik van zijn recht als plantenveredelaar, zijn kwekersrecht, om alle rassen die er zijn zodanig te mengen dat hij weer iets nieuws tevoorschijn kan brengen. Dus voor een kwekersrecht betekent dat als jij iets nieuws op de markt brengt, dat het je mag daar je naam aan verbinden. Het is een tomaat die jij verkoopt. Maar dat een veredelaar daar nog altijd mee verder mag. En dat is een recht wat je dan hebt. En als je dan het bruggetje slaat naar een patent, en dat probeerde Bart net ook al. Zodra jij een patent op een hele tomatenplant hebt, dan vervalt eigenlijk min of meer de gang naar dat specifieke ras. Dan moet je eerst een licentie op dat patent gaan aanvragen. En dat is een grote stap ten opzichte wat wij hier in Nederland gewoon waren te doen. Ja, dus even voor de duidelijkheid. Kwekersrecht is het gangbare geweest aantal decennia lang. Is dat dan echt iets Nederlands, dat kwekersrecht? Of is het ook Europees, mondiaal en dat soort dingen? Nou, wij in Nederland hebben dat min of meer bedacht. Omdat heel veel van de plantenveredeling ook in Nederland gebeurd is vanaf de jaren 20 van vorige eeuw. Veel Nederlandse bedrijven die zijn al zo oud. En die hebben met elkaar bedacht van ja, de innovatie gaat alleen maar goed als we voort kunnen borduren op datgene wat we al hebben. En nou ja, dat heeft ervoor gezorgd dat met dat kwekersrecht die innovatie ook op gang is gekomen. Pas de laatste 20 jaren is langzamerhand ook de gewoonte die in de chemie sector en in de technologie sector en in de medische sector heerste, dat je alles met patenten moet afschermen, is dat ook in de plantenwereld binnengekomen. En ja, dat is dus ten opzichte van wat het vroeger was, is het heel anders. Mag ik daar iets op aanvullen? Kijk, je hebt inderdaad kwekersrecht en octrooirecht. En met kwekersrecht bescherm je een plantenras. En octrooirecht is ervoor om een uitvinding te beschermen. En om een octrooi te kunnen aanvragen, moet iets nieuw zijn, inventief en industrieel toepasbaar. Dus iets wat zomaar in de natuur voorkomt, kan je niet zomaar octrooieren. Want dat is niet industrieel toepasbaar of nieuw en inventief. Ja, dat is nou net de discussie, want die patenten waar Bart het over hebt, en hij ligt hier op tafel, gaat over een broccoli die in de natuur gevonden is door een gewone kruising en die al gekarakteriseerd was in een onderzoekproject. En toch wordt die nog als een invention beschreven. Dus ik denk dat in dat geval het patentrecht zo vaag is in het beschrijven van wat is nu een uitvinding en wat is nu iets wat al in de natuur voorkomt, dat het zelfs het Europese patentrecht ambt, of hoe je dat ook noemt, daar geen uitspraak over doet. En ik denk dat dat een zaak is waar we, wat betreft het kwekersrecht en het patentrecht, toch elkaar verschrikkelijk in de weg gaan zitten. Ja, ik wil één puntje zeggen van over dat opkomst van het octrooirecht in de veredelingssector. Dat heeft alles te maken met de opkomst van de biotech. Want zo'n 20, 30 jaar geleden kwam de biotech in opkomst. En daarvoor was dat niet toepasbaar. En de biotech heeft ons heel veel gebracht. Eigenlijk alle nieuwe medicaties zijn biotechmiddelen. De biobased economy. We weten daardoor veel meer van planten. We kunnen er veel meer over vertellen. En nogmaals, als je zeg maar biotech gebruikt voor nieuwe uitvindingen, dan is een octrooi in een aantal gevallen een veel logischere manier om je intellectueel eigendom te beschermen dan het kwekersrecht. Wat niet wegneemt dat ook ikzelf ook het kwekersrecht een hele mooie en elegante manier vind om je innovaties te beschermen. Maar het is dus een bedrijfsafhankelijke strategische keuze waarvoor je kiest. Ik ga dan nog even terug naar Bart. Mag ik nog even op reageren? Ja, zeker. Zoals hier heb ik laten zien, dit zijn allemaal eigenschappen die van nature voorkomen. En of je dat nu formuleert in de natuur of van nature. Maar het zijn dus gewoon eigenschappen die al lang bestaan. En daar wordt dan toch met een patent iemand eigenaar van. En dat is simpel de kwestie, omdat die
eigenschappen nog niet expliciet beschreven zijn. Je hebt met zoveel planteneigenschappen te maken, dat je die dus ook allemaal niet kunt beschrijven. En wat heel nadrukkelijk in de biotech-richtlijn staat, is dat je plantenrassen niet mag patenteren. Maar wat doet men nu? Men vraagt een patent op een planteigenschap aan en vervolgens vragen ze voor de rassen die daaruit ontstaan, vragen ze ook nog eens een keer kwekersrechten aan. Met andere woorden, ze worden kwekersrechtelijk beschermd, maar daar zit dus ook gewoon een patent op. Je zou plantenrassen dus niet mogen patenteren volgens de wet, maar dat gebeurt dus gewoon op een indirecte manier. En het kwekersrecht vraag je dus aan op een ras en het octrooi op een eigenschap. Op een uitvinding. Op een uitvinding. Maar wie bepaalt dan wanneer je op een ras een kwekersrecht kan aanvragen? Wanneer is iets een ras? Ja, zodra wij een nieuwe ras hebben, dan moeten we dat aanmelden bij de Raad voor Plantenrassen. Dan is de NAC Tuinbouw in Nederland, die beoordeelt gedurende 2 jaar of ons ras die we aangemeld hebben, of die uniform is en dat die nieuw en onderscheidbaar is van alle bestaande rassen. En je moet bedenken, bij tomaten praat je wel over een paar duizend bestaande rassen. En dat is gewoon, wij zijn dan ook alleen eigenaar van het ene ras, maar van geen enkele eigenschap die daarin aanwezig is. Daar hebben we niks over te zeggen. En je kunt het beste het kwekersrecht vergelijken met een auteursrecht. Iemand schrijft een boek of iemand die maakt een nieuw liedje, die krijgt daar het auteursrecht op. Maar niet over, ik noem maar wat, dat je een bepaald woord zou kunnen patenteren. Maar hoe verdient u dan? Zou u dan geld kunnen verdienen aan het kwekersrecht? Is dat een verdienmodel voor u? In Nederland hebben we zo'n 100 verenigingsbedrijven. En er zijn er 4, 5 van deze bedrijven zijn voor patenten. En de rest is allemaal voor het kwekersrecht. Zijn daar uitermate tevreden over. En dat doen we al meer dan 50 jaar. En dat moeten we ook zo houden. Alle politieke partijen in Den Haag zijn tegen het patenteren, tegen het octrooieren van planteigenschappen die al van nature voorkomen. Ook in het Europees parlement is er in ieder geval de Nederlandse parlementsleden doen hun uiterste best om ook andere landen mee te krijgen dat de biotechrichtlijn zodanig veranderd wordt dat het patenteren van planten verkregen door klassieke vereniging of gewoon planteigenschappen die al van nature voorkomen, dat dat niet meer gepatenteerd mag worden. En dat staat helemaal los van genetisch gemodificeerde planten. Daar wil ook onze staatssecretaris Jan van Dijksma, die wil daar geen, die vindt ook dat zulke soort octrooien, dat die gehandhaafd mogen blijven. Ja. Reageren. Ja, ik wil even reageren op die Europese biotech-octrooirichtlijn die Bart net noemde. Dat is dus de biotech-richtlijn die beschermt alle biotech-innovaties. En als je zo'n richtlijn openbreekt op Europees niveau, dan kunt u zich voorstellen dat gaat dat, we weten allemaal wel een beetje hoe Europa werkt, dan gaat dat jarenlange onzekerheid geven. En zoals ik net al aangaf, zijn er heel veel biotechbedrijven die werken aan nieuwe geneesmiddelen, nieuwe vaccins, dat soort producten. Als die biotech-octrooirichtlijn open gaat, dan zal er niemand meer gaan investeren in die Europese biotechbedrijven. Dus ik vind dat een heel slecht idee. En daarbij is het denk ik heel belangrijk om nog een keer te kijken van wat nu het werkelijke probleem is. Want het probleem wat ook net al werd geclaimd is toegang. Toegang tot uitgangsmateriaal. En dat is een discussie die ook al langer loopt. Er zijn nu in 2014 zijn daar 2 oplossingen voor gekomen. 1 oplossing is de beperkte veredelingsvrijstelling, die ervoor zorgt dat iedereen, ook als het materiaal geoctrooieerd is, dat je er wel mee verder kan. Als je het commercieel gaat gebruiken, dus als je er geld aan wilt verdienen, heb je een licentie nodig. Nou, licenties, dat is een juridisch geval. Dan ga je naar het International Licensing Platform en dan zeg je, ik wil graag een licentie op jouw octrooi. En binnen dat platform zijn dus al die, het is een beetje een technisch verhaal, zijn al die juridische voorwaarden al van tevoren uitonderhandeld, zodat je daar niet heel veel tijd aan kwijt bent. Dus ik zeg, er zijn vorig jaar 2 aanpassingen gedaan om de toegang tot uitgangsmateriaal te verbeteren. Geef die 2 oplossingen nu eerst de kans om te laten zien hoe dit uitpakt, voordat we zulke verdergaande maatregelen nemen als het openbreken van de Europese biotech-octrooirichtlijn, wat werkelijk een hele sector in gevaar brengt, die veel breder is en waarvan de impact veel groter is dan we hier nu zo kunnen overzien.
dat International License Platform, dat is dan een soort van manier om het eerlijker te maken. Maar de groothouders in de octrooien, zeg maar, zitten daar volgens mij niet bij. Dus dan heb ik het over Syngenta en Monsanto, zijn allebei niet aangesloten. Is het dan juist, is het dan nog wel daadkrachtig genoeg? Nou, Syngenta is wel aangesloten. En als je kijkt in, waar is Nederland goed in? Dat is tomaat, paprika en dat soort groentes. En als je dan kijkt, dan zitten er daarvan heel veel octrooien ook bij Rijkswaan, die u net al noemde. En die is ook aangesloten. Ja. Maar Monsanto niet? Klopt. Ja. Mag ik ook nog even daarop reageren? Rijkswaan is dus ook mee een van de medeoprichters van het International License Platform. Maar Rijkswaan die zegt nadrukkelijk, ook doen ze dat in de Tweede Kamer, wij zijn tegen octrooien op planten. Dat moet zo snel mogelijk afgeschaft worden. Dit is alleen een tussenoplossing. En dat kan misschien dan de eerste jaren nog helpen. Voordat een wetswijziging heeft plaatsgevonden. En van dat International Licensing Platform, daar zijn maar in totaal 12 bedrijven zijn er lid van. En daar zijn er in totaal maar 4 bedrijven van die 12 die patenten hebben en die ook voor patenten zijn. En de rest die is allemaal tegen. Dus moet gewoon. Bart, als je dan het over Rijkswaan benadrukt dat zij tegen patenten zijn, maar die wel aanvragen, waarom doen ze dat dan? Dat is puur uit zelfbescherming. Ze zijn bang dat een ander bedrijf op een belangrijke eigenschap wel een octrooi aanvraagt. En dan zijn zij zeg maar de klos. Dus puur het zelfverdediging. En zo is het ook bij Beo, een ander groot bedrijf in Nederland. Die patenteren puur uit zelfverdediging. Kunt u aangeven welke octrooien nu belemmerend werken voor u? Op dit moment? Nou, ik heb er hier al 3 heb ik er aangegeven. Ik ben gestopt met de vereniging van broccoli. Omdat, daar heeft Michel straks al over gezegd. Daar zit een octrooi op van Monsanto. Ik heb precies hetzelfde materiaal. Het komt van dezelfde universiteit in de Verenigde Staten. Alleen wij hebben er dus nooit geen patent op gevraagd. Maar waarom doet u dat dan niet? Ja, waarom zouden wij dat niet doen? Alle innovatie die we gehad hebben binnen de plantenverenigingssector komt dankzij het feit dat we het kwekersrecht hebben. Dat kan, elk bedrijf kan daar goed mee overweg. Kan daar de innovatie of de investering kan daarmee terugverdienen. Alleen daar zijn er een 3-4 grote bedrijven die menen dat zij de wereld van de zaden, van de groentezaden, dat die willen ze graag monopoliseren. Zij willen graag de macht uitoefenen over de kleinere bedrijven. Maar voor monopolisering hebben we toch het mededingingsrecht? Dat moet toch niet via het octrooirecht worden opgelost? Die opmerking snap ik even niet. Nou kijk, ik heb natuurlijk vaker het argument gehoord dat monopolisering een hele grote rol speelt in dit onderwerp. Nou, ik ben zelf van mening, als er partijen zijn die monopolies krijgen, dan hebben we daar regels voor. Hele goede regels gelukkig, zoals de mededingingsautoriteit en zo verder. Dus als daar zorgen over zijn, dan zou daar de mededingingsautoriteit uitspraak over kunnen doen. En als laatste redmiddel hebben lidstaten ook altijd een doorzettingsmacht van mocht er sprake zijn van monopolies op enig gebied. En ik ben van mening dat je dus dit soort angsten voor monopolievorming niet moet regelen via het octrooirecht, omdat dat een hele sector dus in gevaar brengt. Dus ook de medische biotech en een hele hoop andere bedrijven. Ja, en het gaat hier ook niet, denk ik, om het octrooirecht per se, maar het gaat om octrooirecht op planten of op eigenschappen van planten die in het publieke domein waren en nu plotseling eigendom worden. En een bedrijf als Monsanto zou altijd zeggen van ja, dit is geen monopolie, want je kunt een willekeurige andere broccoli nemen. Dus ik heb toevallig bezoek gehad naar aanleiding van die Jezembla-uitzending van allerlei mededingingsadvocaten die hier wel brood in zagen. Want dat is ook het gevolg. Als je dit doorzet, dan krijg je ook de juridisering van dit soort processen. En die zeiden van nou, dit gaat vast geen steek houden, want er zijn 100 andere broccoli-soorten waar Bart wel mee verder kan. Dus er is geen monopoliepositie. Ja, precies. Maar het gaat er juist om dat je, als je dat één voor één allemaal doet, dat je altijd langs de juristen van een bedrijf moet om een volgende stap te zetten. En het kan niet zo zijn dat iets wat in de natuur voorkomt, dat je dat gaat claimen. De claims die wel gedaan worden door Rijkswaan en door BO gaan vaak over één gen. En dat past ook in de biotech-ideeën, want biotech betekent dat je eventueel daar ook genetische modificatie mee kan doen. Kijk, dat zijn patenten waarvan ik zeg, die zijn heel precies. En daar kun je ook met elkaar goed uitkomen. Dit is zo generiek, of het nou de broccoli is of de tomaten zijn.
Dat gaat de innovatie dus niet stimuleren en dit moet je niet willen. Dus het patentrecht in die zin, je moet niet het octrooirecht aanpassen, maar de toepassing van het octrooirecht op levende organismen zoals planten, daar moet je van afblijven. Michel, mag ik even daarop doorhaken voor het publiek, voor het algemene beeld, voor de mensen? Hoeveel patenten spreken wij nu eigenlijk over als we hebben over tomaten en paprika's? Hoeveel patenten zijn er al aangevraagd? Nou, dat is zoveel. Je kunt het gewoon googlen, patent en tomato, en het apparaat loopt vol. Want de patenten zijn, zoals Bart ook al zegt, vaak defensieve patenten. En het wordt gewoon geclaimd om te voorkomen dat een ander bedrijf de claim op de plant gaat leggen, want dat mag nu. Dus ja, er zitten honderden, zo niet duizenden patenten zitten er in portfolio wereldwijd. Dus dat is er al. Maar de meest recente patenten die toegekend zijn, gaan om een eigenschap die heel algemeen beschreven is. Weet je, dit is een langstelige broccoli en er was een kortstelige en nu is hij van mij. Nou, dat begrijp ik niet, dat het patentambt zegt, dat is goed. Want dat is geen uitvinding. Dat was er al en jij hebt het beschreven. U bent zelf onderzoeker, Michel. En u heeft ook patenten zelf aangevraagd. Op wat voor dingen heeft u deze patenten aangevraagd? Is het ook, heeft het hiermee te maken of zijn het echt hele andere patenten? Nee, het heeft altijd, zoals wij ons onderzoek doen, het heeft te maken met de werking van genen. Dus dat je een gen kunt koppelen bijvoorbeeld aan de geur van een petuniabloem. Als je daar iets over kan zeggen, dan kan je zeggen van nou, ik weet precies dat in die petunia-variëteit dat er geur gemaakt wordt en daar is dat gen bij betrokken. Nou, dat kan je claimen als jij niet alleen petunia's, maar bijvoorbeeld ook rozen wilt maken met een geurtje. Nou, dat soort patenten hebben wij, omdat die eigenlijk het verlengde zijn van onze wetenschappelijke ontdekkingen. En met die patenten kan je dan weer nieuw innovatief onderzoek stimuleren. Dus ja, patenten werken, maar vooral in de richting van innovatie. En deze patenten op het leven, die gaan niet in de richting van innovatie. Die gaan in de richting van iedere keer maar eerst door allerlei advocaten gaan om het af te spreken. En dan mag je weer verder. Of zoals Bart, ik ga iets op de markt brengen en dan gaat Monsanto kijken of in jouw tomaat toevallig hun patent zit. Ja, dat is niet stimulerend voor de innovatie. Nou, ik ben het er niet helemaal mee eens. Want je ziet in tomaten en sla zijn relatief veel octrooien op. En ik denk dat de variatie aan tomaten en sla in de supermarkt nog nooit zo groot is geweest. Ja, maar dus dat heeft niks te maken met die patent. Nou, dat weet ik niet. U zegt dat octrooien het leidde tot monopolies. Nou, dat zie ik niet. Nee, octrooi op het leven. Je moet wel even luisteren. Het gaat op het octrooi van eigenschap en het leven. Niet op nauwkeurige beschrijving van hoe een eigenschap in elkaar zit. En die dan ook gebruiken op een manier zoals wij het bij het kwekersrecht gewend zijn. Nou, met de introductie van de multinationals die voornamelijk alles op juridische basis met elkaar willen afspreken. Ja, dat levert je geen innovatie op, want dan moet je eerst dat gevecht aan voordat je een stap verder kan zetten. Ik ben met geen enkel bedrijf zitten wachten op juridische processen, want dat levert niemand wat op. Ook bedrijven niet. Ja, Monsanto doet niet anders dan dat. En ik denk nog steeds dat je door dat octrooien zijn onmisbaar met de huidige ontwikkelingen van de nieuwe technologie. Want om een uitvinding te beschermen heb je een octrooi nodig. Maar ik vecht aan dat dit een uitvinding is. Ja, dat kan, maar dat u dat aanvecht. Maar ik denk dat je octrooien worden heel zorgvuldig verleend. Ook naar dit octrooi is niet zorgvuldig, want dit is geen uitvinding. Daar is heel nauwkeurig naar gekeken. Een octrooi wordt verleend op nieuwheid, inventiviteit en industriële toepasbaarheid. En daar is heel zorgvuldig naar gekeken. En daar kunt u het niet mee eens zijn. Maar dit zijn wel de regels die zo zijn. En daar maken bedrijven Over die regels zouden we juist moeten praten. Want iedereen die dit doorleest, ook in de wetenschappelijke omgeving, zegt van, dit is gewoon een documentatie van iets wat al in de werkomgeving was. Iedereen wist dat het bestond. En iemand heeft het nu opgeschreven. En dan plotseling kun je het patenteren. Nou, dat is net even een stap te ver naar die ontdekking. Want een gen ergens aan koppelen is echt een ontdekking en is jaren werk en moet gehonoreerd worden. Daar ben ik het met je eens. Ja, maar hier zit maar ook 8 tot 10 jaar werk. Ja, maar dit is niet van hun. Ze hebben dat nog eens een keer van een universiteit overgenomen. Ja. En vervolgens hebben ze het één keer gekruist en wat nakomelingen bekeken en dan patenteer je het. Dat is absoluut niet de manier om het te doen. Ja. Michel? Mag ik misschien nog even wat zeggen? De gemoederen worden al een beetje, de spanning gaat al een beetje omhoog. Ik wou een voorbeeld geven wat speelt op dit moment. En dat speelt al 4,5 jaar. Dat is een rechtszaak in Den Haag
En dan gaat het op het octrooi op paarse radijs als kiemgroente. Nou, zelf ben ik daar op de achtergrond heel nauw bij betrokken geweest. Wat blijkt nou? Het oorspronkelijke materiaal komt uit de genenbank uit Wageningen. Dat kreeg puur helemaal voor niks. Wat staat nu in het octrooi? Dat uitgangsmateriaal van de genenbank. Daar zat maar een gehalte in van 60 nanomol van een paarse kleurstof per gram vers gewicht. En er staat in het patent, dat hebben ze door middel van kruising, hebben ze dat kunnen verhogen tot 5700 nanomol. Nou, ik als plantenveredelaar, maar bij de Europese octrooibureau zit maar één plantenveredelaar, er zitten de 9 biotechnologen. Ik als plantenveredelaar weet onmiddellijk, hier zit bedrog in. Dit klopt voor geen meter. Vervolgens heb ik dus de zaden van de genenbank opgevraagd. Wat blijkt nou? In dat uitgangsmateriaal zitten 3% van de plantjes die zijn paars gekleurd en die hebben een hoog antioxidantengehalte. 3%, maar vervolgens is gewoon een kwestie, je moet die paarse planten eruit halen. Die moet je apart zetten. En nou is in dit geval die ergens nog heterozygoot aanwezig. Die moet je dan homozygoot maken. Dat is alles wat er aan zogenaamd aan innovatie gebeurd is. Maar dat is geen innovatie. Dit is puur klassiek veredelen. De eigenschap ligt al kant-en-klaar. Komt van het CGN af. En toch wordt er op zoiets een octrooi verleend. En die rechtszaak zijn de kosten nu van advocaten van octrooideskundigen inmiddels opgelopen tot €450.000. Dat is toch onvoorstelbaar dat dat kan en dat je zoiets bij de rechtbank moet uitvechten en dat uiteindelijk iemand echt groot of in sterke mate de dupe daarvan is. We hebben een vraag uit het publiek. Ja, ik hoor allerlei voorbeelden van eigenlijk patenten die niet zo goed zijn uitgevoerd. Of de dingen waar jullie heel erg tegen de hoop lopen zijn eigenlijk voorbeelden van patenten waar die patenten misschien ten onrechte zijn aangevraagd. Maar ik vraag me af, wat zijn meer principiële nadelen van het nieuwe systeem met patenten? Want die hoor ik eigenlijk niet. Ik hoor alleen hele specifieke voorbeelden van broccoli en radijzen. Nou, ik vind gewoon dat het niet kan dat iemand een bedrijf eigenaar kan worden van een eigenschap, een planteigenschap, die al gewoon aanwezig is op deze aarde. Dat is voor mij ethisch, kan ik daar niet bij dat toegestaan wordt. En dat is een heel belangrijk bezwaar waar ik ook altijd een fel tegenstander van octrooipatenten zal blijven. Volgens mij hebben we nog een vraag uit het publiek. Ben je er klaar voor of moet je even wachten? Ik was nog niet klaar met het vertellen, maar ik kan het wel meteen zo direct vragen. Dat is prima. Oh ja. Hallo. Wat ik me afvroeg is, Bart heeft het over een monopolie en dat het dan nadelig is. Negatief is eigenlijk. En dan zegt u van, daar hebben we de mededingingswet voor. Nu heb ik een beetje het idee dat het misschien wel zo kan zijn dat bijvoorbeeld een monopolie. U heeft het over een economisch monopolie. En ik heb in mijn hoofd van, een patent geeft je natuurlijk wel op een monopolie op elke innovatie die daar vanuit, waar je op voort kan bouwen, zeg maar. Elke innovatie die mogelijk is vanuit dat patent, daar heb je wel een monopolie op. Dus in principe geeft het wel een monopolie, toch, op innovatie vanuit dat specifieke stukje. Nee, een patent is geen monopolie. Een patent is een recht om wat jou het recht geeft om een tijdje geld te verdienen aan deze uitvinding. Eigenlijk net als het kwekersrecht. Het geeft zeg maar de uitvinder een premie voor al zijn investeringen die hij heeft gedaan om tijdelijke dat jij alleen dat op de markt mag brengen. Een patent is ook helemaal openbaar. Anderhalf jaar nadat het is aangevraagd is het tot in de details openbaar. Dus dan kunnen mensen al van die kennis gebruik maken. Daarom is het octrooirecht ooit ook uitgevonden. Om te zorgen dat mensen niet kiezen voor geheimhouding, want dat zou desastreus kunnen zijn voor innovatie, maar juist dat het openbaar is. En het geeft jou een aantal jaar marktexclusiviteit
om je de kans te geven om je investering terug te verdienen. Dat is eigenlijk een octrooi. Als je, als je een patent loopt 20 jaar, als je een licentie afsluit. Nee, maar je moet je voorstellen, je vraagt het aan, dan ben je nog 8 tot 10 jaar aan het ontwikkelen voordat je het inderdaad ook is gelukt. Dat geeft mijn buurman ook aan. Dat is de ontwikkeltijd voor nieuwe producten. Dus dan ben je al 10 jaar kwijt. Dat gaat het puur over het kwekersrecht. Nou, als je octrooirecht, of je nou octrooirecht of kwekersrecht gebruikt, die ontwikkeltijd wordt niet korter of langer, volgens mij. Een octrooi, kan de ontwikkelingstijd maar 2 jaar hoeven te zijn. Alleen, zeg maar, voordat je het officieel toegewezen krijgt, daar kan dan wel weer 3 of 4 jaar over. Als ik het goed begrijp, zit op het kwekersrecht, krijg je ook een aantal jaar alleenrecht. Kun je aangeven waarom je denkt dat het kwekersrecht geen stand kan houden. Waarom een octrooirecht beter is. Dan heb ik misschien niet goed uitgelegd. Ik ben juist een voorstander ook van het kwekersrecht en van het octrooirecht. Ik ben helemaal geen tegenstander van het kwekersrecht. Nee, maar het octrooirecht dat overroelt gewoon het kwekersrecht. En dat is gewoon de bezwaren die wij hebben als verenigingsbedrijven. En wat ik straks een poosje geleden gezegd heb. Eerst wordt er een octrooi om een eigenschap aangevraagd en vervolgens worden nog al die rassen, waar dus dat octrooirecht al op zit, wordt ook nog eens een keer kwekersrecht op aangevraagd. Wij hadden een stelling voorbereid zelf, maar eigenlijk is die stelling al een soort van half aan het beantwoord aan het worden. Maar we gaan hem alsnog noemen. Moeten wij terug naar het kwekersrecht? Dat is onze stelling voor vandaag. Bart, als eerste, is het nog mogelijk om zonder patenten te kweken? Word jij nu in je werk zodanig belemmerd dat je eigenlijk, als het doorgaat, over 5 jaar de bolster kan sluiten? Nou, we zullen niet over 5 jaar de tent sluiten bij ons. We hebben ook nog gelukkig een belangrijke positie in het produceren van biologische zaden. Maar onze ontwikkelingswerk, dus het maken van nieuwe rassen, dat wordt dus ernstig belemmerd door de octrooien die er allemaal aan zitten te komen. En het is gewoon allemaal niet meer te volgen en niet meer te interpreteren door een klein bedrijf als onze. Ik ben dan de zogenaamde octrooideskundige, maar ik kan geen 100 octrooien doornemen of dat eventueel consequenties voor ons heeft. We hoorden net al de vraag van Annemiek ook. Je kunt eventueel octrooien aanvragen als kleine kweker. U zegt dat het duur is, maar zijn er wel andere kleine kwekers die dit wel doen? Nee, er zijn bij hoge uitzondering komt dat voor. En vaak, zoals ik al gesproken heb over die paarse radijs, uiteindelijk hebben zulke soort bedrijven er enorme spijt van dat ze dat ooit ermee begonnen zijn. Het brengt enorm veel kosten met zich mee, onnodige kosten. Zodra je kwekersrecht aanvraagt, dan ben je bij tomaat zeg maar een 5.000 of 6.000 euro kwijt. Nou, bij een octrooi zal dat vele malen hoger liggen en daar moet je dus ook gespecialiseerde mensen voor inhuren. Mag ik nog even terug naar de stelling van kunnen we terug naar het kwekersrecht, zei je geloof ik? Ja, en dat betekent natuurlijk dat we dan het patentensysteem afschaffen, in die zin? Nou, in mijn opinie, het zal u niet verbazen dat ik zeg dat dat niet kan. Want dat gaat ook voorbij aan alle technologische ontwikkelingen in de biotech van de laatste 20, 30 jaar. En ook wat er nog in de toekomst voor ons ligt. Dan zou je eigenlijk gewoon zeggen van nou, dan gaan we daar niks meer mee doen. Want er zijn namelijk ook bedrijven die zich helemaal toeleggen op het verder onderzoeken van die eigenschappen. En die dus helemaal geen planten. Hun product is niet een plant. Hun product is een eigenschap. En alles wat daarbij hoort is die uitvinding zelf. En dus ik ben van mening dat er een hele tak in de veredeling niet zonder octrooien kan. Ja, Michel, jij bent onderzoeker. Dus gaan we even terug naar de onderzoekskant. Want een aantal bedrijven, bijvoorbeeld Syngenta, heeft samengewerkt met de universiteit om bepaalde patenten aan te kunnen vragen, bepaalde genen te vinden en die vervolgens in te kruisen. Is het ook een optie voor kleine bedrijven om bij universiteiten aan te kloppen om mee te doen met het onderzoek? Of is het heel erg exclusief? Nou, het is meestal zo dat die bedrijven inderdaad het onderzoek volgen van verschillende onderzoekers en dan aansluiten op het moment dat zij denken dat er een product uit kan komen. En dat product kan dus kennis zijn, maar het kan ook een octrooi zijn. En ik zit eigenlijk tussen de twee tafelgenoten in. Ik denk dat je patenten heel goed kunt gebruiken om heel specifieke ontdekkingen, om die te claimen, zodat je daar weer mee kunt innoveren.
Waar ik absoluut tegen ben, is juist die patenten die zo breed opgeschreven zijn, dat ze eigenlijk het kwekersrecht overrulen en dat je een heleboel dingen onmogelijk maakt. En dat zou duidelijk moeten zijn, dat je niet op een eigenschap en dus op een plant een patent uit kunt, zo algemeen kunt aanvragen als de laatste serie patenten. Dus het is zo ver weggerold van het originele idee. Het patenteren komt inderdaad uit de chemische industrie, uit die richting waar het gaat om een nieuw componentje. Dus dat is helemaal nieuw. En nu men zegt van ja, die broccoli heeft langere stelen, dat is ook nieuw. En dat is dan ook een patent. Dan ga je een grens over waarvan ik zeg van ja, dat moet je nou met elkaar afspreken. Dat doen we niet. Dat hebben we in Nederland met elkaar afgesproken. In Nederland kun je daar geen octrooi op aanvragen. Als er iemand anders mee wil veredelen, dan mag dat. Nou, als we dat Europese wetgeving maken en zeggen van dat willen wij niet langer, dat soort eigenschappen en dus hele planten ook gepatenteerd kunnen worden, ja, dan blijf je dus de patenten houden die op hele kleine onderdelen de innovatie kunnen blijven drijven en waar de grote bedrijven die juist dat soort dingen doen, wel met elkaar kunnen overleggen via zo'n international licensing platform, maar dat de andere bedrijven die niet gekozen hebben voor die genbenadering, maar door een klassieke veredeling, dat die geen last hebben van datzelfde model. Dus daar pleit ik voor. Stel je definitie van uitvinding bij en zorg ervoor dat de klassieke veredeling geen last heeft van het denken uit de chemie en uit, laten we zeggen, de technische industrie. Want daarmee ga je eigenlijk deze hele innovatie ga je tegenwerken. Okay, daarop inhaken, dus een eigenschap is natuurlijk geen uitvinding, maar als het steeds moeilijker wordt om die eigenschap aan te tonen, in de zin van we moeten onderzoek doen, we moeten universiteiten samenbrengen, wordt dat niet wel een soort van uitvinding als daar 10 jaar onderzoek naar zit? Ja, nou, dat ben ik met je eens. Dat zijn de uitvindingen, maar dan claim je ook eigenlijk alleen dat specifieke gen, die specifieke eigenschappen, maar de rest van de plant is gewoon nog toegankelijk. En dat zijn de munten die de grote veredelingsbedrijven ook met elkaar uitwisselen. Want de een heeft de resistentie tegen een bladluis en de andere heeft een rode slakleur. En als je dat met elkaar uitwisselt, dan komt het in wat betreft de innovatie en wat toegang tot de verschillende plantenrassen, komt het ook goed. Maar dit is een grens overgaan waarvan ik zeg van ja, dat moet je gewoon niet willen. Want voor je het weet is er dus één bedrijf eigenaar van een heleboel biodiversiteit en dat wil je gewoon niet. Dat is niet iets wat goed is voor de innovatie. U zegt ook voordat je het weet, maar impliceert u ermee dat het probleem er nu nog niet is? Want ik hoor veel dingen nou ja, van het patent wat als, is, het patent als in is de nu toekomst. Dit patent is nu goedgekeurd. Er liggen er nog, ik kan je er nog een aantal laten zien waarvan ik zeg, dat is zo algemeen, of het nou een flavonol houdende tomaat is of wat dan ook, die moet je gewoon niet goedkeuren. En die zijn er nu al. En je weet dat voordat die patenten ingediend worden, is men al 10 jaar bezig geweest. Dus ja, je moet daar nu ingrijpen, zodat je dat niet meer kan toelaten. Dat de mensen die het onderzoek doen ook weten, daar kom ik niet mee weg. Dat ga ik niet meer indienen. En dan moet je dat nu al duidelijk maken, voordat het verder gaat. Want als je een bedrijf als Monsanto of Syngenta of wie dan ook de ruimte geeft, dan zullen ze die nemen, want ja, dat is hun business. Ja, maar dan kom ik toch weer bij mijn eerste punt, van waarom zet je een hele biotechsector in de kou, heel veel biotechbedrijven door het openbreken van de richtlijn, dit is klassieke veredeling. Voor een toekomstig probleem. Nee, maar als je de biotechrichtlijn aanpast. Nee, de biotechrichtlijn wil ik niet aanpassen. Okay. Ik wil zorgen dat als een patentdeskundige hier naar kijkt, dat hij het verschil weet tussen een uitvinding en een natuurlijk voorkomende variant van een plant. En dat je die niet mag honoreren. Het is net wat Bart zegt, de mensen die hier naar kijken komen uit een andere business dan de plantenveredeling. En plantenveredeling is niet biotech. We gebruiken daar technieken bij, maar niet biotech per se. Dus dat moet je gewoon anders doen. Ja. We zetten absoluut, dit is gewoon zwaar overdreven dat er 600 bedrijven, als er een wetswijziging zou plaatsvinden, dat 600 bedrijven in de kou gezet zou worden. Dat is absolute nonsens. Plantum is over onze overkoepelende organisatie, die pleit heel nadrukkelijk bij het ministerie en ook in de Tweede Kamer, dat patenten op planteigenschappen die van nature voorkomen of die via klassieke veredeling zijn verkregen, dat daar geen octrooi op gevestigd mag worden. Ja, nou, ik volg Plantum natuurlijk ook. Ik heb nog geen onderbouwing gezien van dit probleem. Er worden heel veel argumenten genoemd. Toegang, nou, daar hebben we het over gehad. Daar hebben we het ILP voor en de beperkte veredelingsvrijstelling. Monopolies.
Volgens mij moet je monopolies niet aanpassen via de biotech-octrooirichtlijn, maar zijn er andere wegen voor. Biodiversiteit, ook daar zien we geen aanwijzingen voor. Alle argumentatie die ik zie op dat stuk, daar zie ik geen onderbouwing voor en het wordt mij niet duidelijk hoe groot het probleem op dit moment is, wat zo'n grote ingreep kan rechtvaardigen. Maar het enige waar jij steeds op terugkomt, is dat eigenlijk de medische biotechnologische sector, dat die last gaat krijgen van het feit dat men oneigenlijk gebruik maakt van het patentrecht in de plantenbiotechnologie sector. En de plantenbiotechnologie sector zelf wil het eigenlijk niet, behalve een paar multinationals. Dus het gaat in die zin ook niet over het aanpassen van die biotechnologierichtlijn. Het gaat erover, wat zet je nou precies in een patent? Wat ga je toekennen? En dat er nu nog geen aanleiding is of geen bewijs is dat dit het effect gaat worden. Ja, dank je de koekoek. Ik wil helemaal geen bewijs hiervoor hebben, want dan ben je te laat. Nou, ik denk absoluut dat je wel een bewijs moet hebben voordat je ingrijpt. Nou, dit is bewijs nummer 1. Nee, maar Bart kan zijn broccoli niet meer doorzetten. Nou, nummer 1. Nou, dat ben ik. Is al 1 te veel. En dan praten we over hier tomaten, waar wij bijzonder de dupe van zouden kunnen zijn. Toevallig kunnen we dan goed met Rijkswaarde door 1 deur. En zijn we hier dus niet de klos. Anders zouden we onteigend worden van 60-70% van ons tomatenmateriaal, waar 8 jaar innovatie in zit. 8 jaar investeerden we al zo'n 60.000 euro alleen in die tomatenvereniging. Dan gooi je een 500.000, word je puur onteigend, omdat de wetgeving niet goed tot stand gekomen is. Er staat niet voor niks in die biotech-richtlijn dat plantenrassen niet gepatenteerd mogen worden. Maar toch gebeurt het, omdat gewoon de wetgeving uiteindelijk niet goed geformuleerd is en ook niet op de goede wijze wordt geïnterpreteerd. Daar ben ik het niet mee eens, want een plantenras kan niet geoctrooieerd worden, alleen een uitvinding. Maar ik wil het ook nog even wat breder bekijken. Als je nu kijkt naar het aantal octrooiaanvragen, dan wordt er 3 keer zoveel octrooi aangevraagd op planteneigenschappen in de VS als in Europa. Als je in Europa de wetgeving aanpast, dan druk je de plantenveredeling en het innovatieve stuk alleen maar verder Europa uit. Dus wij schieten daar niks mee op. Laat de plantenveredeling nou een Europees ding zijn. In Amerika claimen ze alles. Als jij daar een blauwe petunia of een rode petunia hebt, kun je die gewoon patenteren. Dat kan in Nederland gewoon niet. Dus daarom zijn er veel meer patenten. Iedere drol die daar een plant vindt, kan die patenteren. Als je daarin zoekt, dan denk je van, waar zijn zij in hemelsnaam mee bezig? Door gewoon iets wat ze gevonden hebben, dat ze dat mogen patenteren. En dat is dus niet materiaal waarvan je zegt dat leidt tot innovatie en dat is niet een indicatie dat ze het daar beter of anders doen dan wij. Wij zijn hier via de plantenveredeling veel sterker en wij is dan heel Europa dan in Amerika. En Amerika probeert via dat patentrecht zijn spelregels hier naar binnen te krijgen. Want die zijn al jaren zo dat je daar die petunia mag patenteren. En dat mag bij ons gewoon niet. Nu proberen ze door dit soort processen, door in Nederland bedrijven op te kopen en vervolgens via die Nederlandse tak een octrooi op een eigenschap, lees een plant, binnen te halen, proberen ze die macht te krijgen. Ja, ik vind dat geen goede ontwikkeling. Dat is niet iets wat tot innovatie bijdraagt. Maar ik ben niet bang dat wel als wij de richtlijnen voor het patenteren van eigenschappen aanscherpen, dat dat ook maar iets gaat betekenen voor de innovatie in de seedteelt of in de veredelingssector. Misha, waar denk jij dat dan de grens ligt tussen klassiek veredelen en het ontdekken van genen en die vervolgens inkruisen? Nou, de grens is natuurlijk vrij grijs. Het inkruisen wat Bart doet, Bart heeft nog nooit van een gen gehoord. Die weet niet eens wat een gen is. Dus die zorgt er gewoon voor dat we nieuwe tomaten krijgen. Die maakt zich daar geen zorgen over. Wat wij als wetenschappers willen weten, waarom die semi-long life nou semi-long life is. Of waarom hij geen sap maakt. Dat zijn dingen die wij ons afvragen. En een biotechnologiebedrijf kan denken van nou, als ik dat nou precies weet, kan ik het misschien ook een meloen maken die geen sap heeft, als dat interessant zou zijn. Of een meloen die een long life heeft. Dus dan probeer je die kennis om te zetten. Dus dat zijn twee heel verschillende dingen. Kennis omzetten van het ene gewas naar het andere gewas. En plantenveredeling aan zich. Ja, dat zijn niet dingen die elkaar hoeven te bijten en elkaar in de weg zitten. Ik wil dan nog even iets op zeggen. Ik ken ontzettend veel genen bij de tomaat. Ik weet exact hoe ze vererven. Ik weet alleen niet welk gen op welk chromosoom en op welke plaats precies ligt. Ik doe, en dat doen ook onze andere veredelaars, puur alles met het kwekersoog.
En het kwekersoog, dat functioneert bijzonder goed, want daarmee kun je bij een tomatenplant 10 of 15 eigenschappen tegelijkertijd zien. En dan ben je in no time ben je klaar. Hoef je niet alles in de computer te stoppen om uiteindelijk met een computerprogramma te bepalen wat de volgende generatie zijn, wat je het volgend jaar gaat uitzaaien. En dat deze, zeg maar, techniek, deze kennis die je als kweker hebt, dat moeten we juist niet verliezen. De echte kwekers, die brengen ontzettend veel innovatie teweeg. En daarvan profiteren ook de hele grote multinationals. Maar wij kunnen niet profiteren van de grote multinationals, omdat zij de octrooien, de patenten opleggen. En misschien dat ik toch nog even terug mag komen op die pompoenen waar we het in het begin over gehad hebben. Johnny heeft al gezegd, daar zitten twee potentiële octrooien zitten daarin. En nu ik dit bekend maak, kunnen wij het niet meer octrooieren. Dus dit is ook hot news. Maar kan ook niemand anders in de wereld hier, of tenminste die binnen de EU, hier een octrooi op aanvragen. Die pompoen, die kun je 3 tot 4 maanden langer bewaren. Uitzonderlijk lang. Onze oranje pompoenen, die komen in de winterperiode uit Nieuw-Zeeland, komen uit Argentinië, omdat al onze Nederlandse oranje pompoenen intussen verrot zijn. Met dit materiaal kun je dus 4 maanden langer kun je met de pompoen op de markt komen. En dat komt omdat hier een resistentie in zit tegen een 4-tal verschillende schimmelziektes. En dat is fusarium, en de rest zal ik je even besparen. Nee, je moet het wel even zeggen. Wat zeg? Wel even zeggen, want dan kunnen ze het niet meer patenteren. Nou, dat... Ik weet zo niet precies. Het is wel de bedoeling om dat binnenkort ook op een speciale website te zetten, waar al zulke soort eigenschappen tot in details beschreven zullen worden. En dan nog een tweede eigenschap, wat ook ontzettend belangrijk is. Deze pompoenen kun je ook goed houden bij een lagere temperatuur, bij 2-3 graden Celsius, terwijl de andere pompoenen allemaal bij 8 graden of hogere temperaturen moet bewaren. Nou. Is het dan geen optie om, als je bekend maakt wat octrooibare eigenschappen zijn, om dat dan ook gewoon bekend te maken, zodat er geen patenten meer op kunnen worden aangevraagd? Dat doe ik dus nu al, maar dat gaat op grote schaal gebeuren. Maar daar kan ik de details nog niet van precies zeggen hier. Maar er gaan binnenkort gesprekken over plaatsvinden om centraal zo'n punt te maken waar je je planteigenschappen, waar je bang voor bent dat die gepatenteerd worden, kunt melden. En dan is ook nog de bedoeling dat er ook zaden gedeponeerd worden. Dus dat je niet verhalen gaat krijgen die uiteindelijk niet zouden berusten op waarheden. Maar na de nieuws zal nog volgen. En dat mag ik nu ook alleen nog niet doen hier. Dames en heren, een Better Break primeur. Gelukkig hebben wij het op film gelegd voor u, dan kunt u het altijd terugkijken. Exact. Ja. Daarom alleen al ben ik hier gekomen. Maar natuurlijk wil ik ook graag het verhaal vertellen. En dan zijn wij op zich wel benieuwd naar of het voor u nog uitmaakt, Bart, of dit over levende organismen gaat. Speelt dat voor u ook mee, dat ethische concept van, we hebben het hier over levende wezens, mogen we dat patenteren? Of is dat voor u als plantenveredelaar geen issue? Ja, het is gewoon dat ethische aspect. Je mag gewoon geen eigenaar worden van een planteneigenschap. Van alle planteneigenschappen mag je niet eigenaar worden. Dat kan niet, dat is gewoon een algemeen bezit. En daar kan niet iemand het alleenrecht over hebben, kan erover beslissen wat een ander daarmee mag of niet mee mag. Ook niet op genen, Michel, want u heeft wel een aantal genen in uw bezit. Nou, in bezit heb je niet. Je hebt een gen gekoppeld aan een eigenschap. En die kennis die kun je gebruiken in veredeling met behulp van allerlei moleculaire technieken, zoals het dan zo mooi heet. Dus eigenlijk heb je dan alleen het patent op het gebruiken van die kennis in je veredelingsproces. Maar je bent niet eigenaar van dat gen. Dat word je niet in die zin. En op de manier waarop de patenten nu beschreven worden, kun je eigenaar worden van een plant omdat je het heel algemeen beschrijft. En dat is wat... Ja, dit is gewoon slordig werk. En het andere gedeelte van het weten wat een gen doet, dat is vooral handig als je snel je doel wil bereiken. Maar zoals Bart al zegt, als je gewoon weet hoe de plant in elkaar zit, dan kan het ook zonde. Dus ja, voor genen patenteren vind ik nog steeds een goed idee. Omdat je daar soms wel 10 jaar werk insteekt en dan voor het eerst dat bekend gaat maken. Ja, dan is het handig als je daar nog meer geld voor innovatie kunt creëren. En waar leggen we de grens tussen
leven en geen leven? Zijn bacteriën ook voor u leven? Heb je nou patenteerbaar leven? Een bacterie? Nee, ik denk sowieso op levende organismen kun je niet patenteren. Die zijn niet van mij. He, dus zelfs wat ik zeg, zelfs een gen patenteren, ja, denk ik dat dat eigenlijk niet iets is wat je moet willen, dat je moet toestaan. Je kunt een functie aan een gen koppelen en dat in een proces gebruiken. Dus eigenlijk patenteer je het proces tot het product, maar niet het gen. En dat is de manier waarop je een patent zou moeten gebruiken. En niet van het is van mij. En ja, daar gaat het nu wel heen. En ondanks dat ik daar geen aanwijzingen voor heb, denk ik dat wij wel weten dat we dit niet willen en het dus ook niet moeten toelaten. We hebben weer een vraag uit het publiek. Ja, kom maar op. Ja, ik had nog een vraag inderdaad. Ik hoor dat in de Verenigde Staten bijvoorbeeld het patenteren van verschillende kleuren petunia's heel normaal. Terwijl dat hier niet alleen not done is, gewoon het mag niet. Nou, nu het TTIP vrijhandelsverdrag tussen Europa en Amerika. Voelen jullie enige bedreiging in de zin van het gelijk trekken van de regelgeving, zodat we maar snel alles hier patenteren voordat ze hier inderdaad onze, ja, soort van onze eigenschappen patenteren? Of is het echt iets waar nog helemaal niet over nagedacht wordt? Nou, natuurlijk denken wij erover na, want dit is inderdaad precies waardoor TTIP zo onder de aandacht gekomen is. Dat zodra je een volledig vrijhandelsverdrag hebt, dan ga je je handelen naar de regels van de partner. In dit geval is Amerika erop uit, juist om die vrijheid in dit soort wetgeving, om die te krijgen. Het gaat om het patenteren van leven, dat is één. Het tweede is ook genetische modificatie, waar wij in Europa een hele andere houding hebben. En ja, dan roept iedereen ook altijd weer, ja, de sanitaire voorzieningen in Amerika zijn anders dan wij gewend zijn, dus ik wil geen chloorkippen, maar het gaat inderdaad binnen dat TTIP is er wel wat zorgen ontstaan. Van ja, als je het vrijlaat, wat krijgen we dan over ons uitgestort? En ik denk dat je dat dus dat TTIP niet in die vrijheid kunt afsluiten, omdat je dan de gewoontes die met het patenteren in Amerika heersen, dat je die meekrijgt. En ik zou dat niet willen. Ik vroeg me dus af of het bekend is, of er is dus in principe nog niet echt iets over bekend. Nee, dat wordt... Nee. Er is nog niks over bekend, dat is de vraag. Is er al iets over bekend? Nou, er is de grondslag van het TTIP-verdrag wat er lag, is wel om alles vrij te gaan geven. Maar er ligt nu bij de Europese gemeenschap is er een werkgroep bezig om te kijken hoe je die brede window, zoals het dan in het Engels heet, naar een door kunt brengen waar wel dingen doorgaat. En dat zou kunnen betekenen dat je bepaalde afspraken gaat maken of wat je wel en niet wil. En ja, dan heb je eigenlijk geen vrijhandelsverdrag meer, maar een verdrag. En ik denk dat de Amerikanen daar niet op zitten te wachten, maar ik denk dat Europa dat gewoon moet willen. Oké, dan even een soort van, een beetje toch een soort van afsluiting te creëren, want het is bijna 1 uur. Annemiek, hoe ziet de sector er volgens jou over 10 jaar uit, optimaal geval? In het optimale geval heeft de biotechsector zijn belofte waargemaakt. We hebben waanzinnig veel nieuwe producten. Dus dan denk ik, dan moet je niet denken aan planten die bijvoorbeeld resistent zijn tegen bestrijdingsmiddelen. Maar dan moet je denken aan planten die kunnen groeien op droge grond. Of planten met veel toegevoegde gezondheidsaspecten. En niet alleen voor ons hier in Nederland en Europa, maar die wereldwijd een bijdrage leveren. En Bart, hoe ziet voor jou de sector eruit over 10 jaar? Dan hebben we nog steeds een heel bloeiend bedrijf. We zijn bijzonder innovatief. En als we over droogteresistentie praten, dan zijn we al heel druk mee bezig. Ja, dat doen we gewoon nieuws. Klassiek. En onze tomaten die groeien bij misschien wel een kwart van de normale watergift die gegeven wordt door professionele tuiners. Ja. En daarom heb je ook alle spelers nodig. Ja. Zitten uw tomaten zitten wel patenten, Annemiek, dan? Op uw droogteresistente tomaten? Nou ja, ik ben niet zo goed in tomaten kweken. Dus ik denk maar goed dat jullie daarvoor niet van mij afhankelijk zijn. Oké, nou dat is mooi. Nou, dat we in ieder geval iemand hebben die het wel kan aan deze panel. Oké, volgende maand gaan we ook weer een editie houden. Dan gaat het over muziek en over verschillende manieren om naar muziek te kijken. De theoretische kaders daarvan. Volgens mij hebben we een wiskundige uitgenodigd die komt vertellen over muziek. Het wordt weer boeiend en interessant. Dus wij zien u volgende maand om 1 uur in de Centrale Hal. En bedankt onze sprekers.